Goedenavond. Na ruim 13 jaar komt er een einde aan de politieke carrière van Paul Rozemuller. Vanmiddag maakte hij onverwacht bekend dat hij geen lijsttrekker wordt van GroenLinks. Femke Halsema is naar voren geschoven als zijn opvolger. Ze wordt in de verkiezingscampagne het zoveelste nieuwe gezicht. Gerrit Salm voert de lijst aan bij de VVD, Wouter Bos bij de Partij van de Arbeid en nu dus Femke Halsema en niet Paul Rozemuller bij GroenLinks. Als aanleiding voor zijn besluit om op te stappen noemt Rozemuller de druk op zijn privéleven na de gebeurtenissen rond de vorige verkiezingen. En zegt Rozemuller, ook zijn partij had behoefte aan een nieuw gezicht. Het is het beste besluit voor mijzelf, maar het is ook het beste besluit voor de partij, omdat ik ervan overtuigd ben dat met een nieuw gezicht ook een nieuw perspectief gaat ontstaan voor de partij in de opmaat na 22 januari. Paul Rozemuller, een paar minuten eerder, op weg naar de persconferentie waarin hij zijn afscheid als partijleider bekend maakte. In gezelschap van Femke Halsema, die hem zo goed als zeker opvolgt. Het toch onverwachte afscheid, want nog maar enkele weken geleden zei hij wel opnieuw lijsttrekker te willen worden. De gebeurtenissen van het afgelopen half jaar hebben een ongelofelijke impact gehad voor mijn gezin, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen en voor mijzelf. De naschokken van die gebeurtenissen die zijn onverminderd merkbaar en voelbaar. En dat onttrekt bakken aan energie. De gebeurtenissen rond de verkiezingen van afgelopen mei waren voor Rozemuller het keerpunt. Hij zocht in de campagne de harde confrontatie met Pim Fortuyn. Dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Na de moord op Fortuyn kreeg hij vele bedreigingen en extra zware beveiliging. GroenLinks deed het toen goed in de opiniepeilingen. Rozemuller droomde hardop over regeringsdeelname, maar de uitslag zelf werd een teleurstelling. En ook nu staat GroenLinks er niet goed voor, in tegenstelling tot de SP. Deze week opende Rozemuller op een ongelukkige manier de aanval op de SP. Dat heeft als zodanig geen relatie en het besluit daaromtrent heeft ook geen relatie met datgene wat er de afgelopen dagen aan discussie is geweest tussen SP en GroenLinks. Daar hebben SP en GroenLinks allebei een punt achter gezet. Met het uitroepen van deze acties. Onder leiding van oud-vakbondsbestuurder Rozemuller groeide GroenLinks en werd zij van een typische oppositiepartij tot een partij die zichzelf klaar vond voor regeringsverantwoordelijkheid. Maar de echte doorbraak bleef uit. Femke Halsema moet, nu de partij er niet florissant voor staat, zorgen voor verkiezingswinst. Wij en ik willen de komende tijd knokken voor wat kwetsbaar is. Voor vreedzaam samenleven, zachtaardige omgangsvormen en gewoon elementair fatsoen. Maar of zijn afscheid definitief is, liet Rozemuller toch in het midden. Hij sloot niet uit dat hij zich nog eens beschikbaar stelt voor een politieke functie. Op onze Haagse redactie is politiek redacteur Bram Schilham. Bram, is het moment niet erg opmerkelijk, 4 weken nadat Rozemuller had aangegeven dat hij de strijd opnieuw wilde aangaan? Ja, het is zeker opmerkelijk, maar Rozemuller geeft dat ook toe. Hij zegt eigenlijk, op het moment dat ik aankondigde dat ik nog een keer lijsttrekker wilde worden, op dat moment ben ik ontzettend gaan twijfelen. En vanaf dat moment heb ik me eigenlijk pas gerealiseerd dat ik het helemaal niet meer kan opbrengen om nog een keer bij te tekenen voor 4 jaar in de Tweede Kamer. Want dat doe je natuurlijk als lijsttrekker. Het heeft natuurlijk alles te maken met het dramatische jaar dat Rozemuller achter de rug heeft. Met politieke tegenslag, maar ook al die persoonlijke bedreigingen aan zijn adres. En in de reacties op het vertrek van Rozemuller overheerst dan ook een toon van medeleven. Ik heb verschillende keren, nu ook in de Kamer, gezegd dat als we een politieke situatie hebben in Nederland waarin mensen bang moeten zijn om meningen te ventileren, omdat ze bedreigd worden, omdat er kogelbrieven komen. Op dat moment heb ik nog eens een keer naar de heer Rozemuller gekeken. Want ik wist dat hij en zijn gezin fors zijn bedreigd. Zijn leven en dat van zijn gezin is behoorlijk vergald. Is ook onzeker gemaakt. Ik heb Paul Rozemuller altijd een heel aansprekende politicus gevonden. Ik heb momenten gezien, ook het afgelopen half jaar, waarin hij heel moedig ook ten strijde trok tegen wat toch heel populaire, makkelijke meningen waren in Nederland. De LPF bedoelt u? Nou, zoals die onder andere uit de LPF, maar ook van andere partijen die het kabinet ondersteunen, naar voren werden gebracht. Dus dat was een heel helder geluid. 13,5 jaar in de politiek en dan nog maar steeds elke keer fris en enthousiast proberen te zijn. En al die bedreigingen die hij over zich heen heeft gehad. En ook een zekere zucht naar vernieuwing bij alle partijen. Ja, dan is dit eigenlijk niet onlogisch. Bram Rozemuller doet het voorkomen of hij zijn besluit in alle vrijheid heeft genomen. Klopt dat beeld?
Nou, niet helemaal, want de druk werd natuurlijk wel groter op Rozemuller. Het liep allemaal niet lekker bij GroenLinks de laatste tijd. De partij profiteerde niet of nauwelijks van de problemen rond het kabinet Balkenende. In tegenstelling tot de SP van Jan Marijnissen, de grote concurrent van Rozemuller. Nou, eerder deze week deed Rozemuller een poging om de aanval op Marijnissen te openen. Door te zeggen dat die Pim Fortuyn en de LPF niet hard genoeg had aangepakt. Nou, die aanval mislukte falikant. Rozemuller moest door het stof en moest zijn kritiek weer intrekken. En ondertussen was vanuit de achterban waren de eerste geluiden te horen van GroenLinks-leden die zich hardop afvroegen of het wel zo automatisch moest zijn dat Rozemuller weer de nieuwe lijsttrekker werd. Dus al met al was het klimaat er echt naar voor Rozemuller om vandaag de handdoek in de ring te gooien. En wat het dan wel wat makkelijker maakte is dat Femke Halsema als zijn opvolger al in de startblokken stond. Dus de machtsoverdracht bij GroenLinks kan wat dat betreft soepel verlopen. Dankjewel, Bram Schilham.